Er zijn in ons land zo'n 260.000 familiebedrijven en samen zorgen ze voor meer dan de helft van de werkgelegenheid in ons land. Heel belangrijk dus dat deze familiebedrijven van generatie op generatie blijven voortbestaan. En hoe ze dat kunnen doen, hoe die bedrijfsoverdracht nou in zijn werk gaat, daarover ga ik vandaag praten met Ineke Koele van het bedrijf Koele PC. Welkom. Ja, je bent advocaat en belastingadviseur, gepromoveerd advocaat ook. En nu werk je heel veel onder andere met familiebedrijven. Wat fascineert jou zo aan de problematiek van deze bedrijven? Wat mij daar zo aan fascineert is de combinatie van enerzijds het zakelijke en anderzijds ook de persoonlijke elementen die daarin zitten, die naar mijn idee vaak toch wel nog worden ondergewaardeerd. En het is juist die combinatie die maakt dat het een hele interessante doelgroep is om mee te werken, waar je dus veel toegevoegde waarde kan leveren. Ja. He, dat is, ik heb vanuit mijn werk als advocaat en belastingadviseur veel gewerkt met vermogende families en daar ook veel clichés voorbij zien komen. Ja, wat zijn dan de clichés van mensen die heel succesvol zijn in het verzamelen van heel veel muntjes en heel erg gefocust zijn op een bedrijf. Maar een aantal andere dingen die daaromheen spelen, in meer familiale of meer eigendomsproblematiek, wat veronachtzame, dan zeg ik het even zachtjes uitgedrukt, en dan uiteindelijk toch niet goed uitkomen. Nee, zeg je daarmee eigenlijk van, ja, je kunt misschien ondernemen, maar dan ook ervoor zorgen dat je bedrijf nog langer voortbestaat dan jij. Precies. Dat is een hele andere tak van sport. Precies, ja. En wat kun jij daar dan in betekenen? Gaan die bedrijven dus op het moment dat iemand zijn bedrijf wil overdragen, komen ze bij jou terecht? Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die daarmee bezig zijn in Nederland. Maar ik kan daar ook iets in betekenen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die daarmee bezig zijn. Maar afgelopen woensdag hebben we een bijeenkomst gehad met een aantal mensen uit het vak. Hè. Veel juristen, veel fiscalisten. En daar werd toch eigenlijk ook wel samengevat dat er veel adviseurs, juridische adviseurs, heel snel met een bepaald product zo'n bedrijf of familie willen helpen. Dus op het moment dat een familiebedrijf bij een jurist komt, dan ligt er vrij snel vaak een oplossing klaar op tafel. Terwijl dat eigenlijk niet is waar die families snel vaak mee gebaat zijn. Er zijn heel veel andere zaken die je eerst op de rit moet hebben voordat je aan de juristerij toe gaat. Het blijft voor mij een beetje vaag, want er ligt al een product klaar. Ja. Waar hebben we het dan over? Een standaard contract? Of? Ja, bijvoorbeeld. Ja, het hangt natuurlijk vanaf waar je dan... Nou, bijvoorbeeld opvolging. Dan gaan we toch een bedrijfsopvolging doen. Dan kunnen we contracten voor in elkaar timmeren. Daar kunnen we aandeelhoudersovereenkomsten voor maken. Daar kunnen we fiscale regelingen voor maken die heel optimaal zijn. Maar het probleem is, laat ik daar dan beginnen, dat internationaal onderzoek is geweest naar familiebedrijven, dus eigenlijk overal in de wereld universeel, dat van alle plannen die er worden gemaakt, die juridisch zijn van opzet, of ze nou juridisch of fiscaal zijn, dat daar in die end 70% van mislukt. En dan kan je afvragen, hoe werkt dat dan? Waarom mislukt dat dan? Ja. Als je vraagt naar families, wat percipiëren als risico voor de toekomst, dan zullen ze over het algemeen zeggen dat de risico's vooral zitten in de factoren economie, fiscaliteit, blijft de bedrijfsopvolgingsregeling wel, allemaal dat soort factoren. Maar de werkelijkheid is dat, ondanks al die mooie juridische plannen, het vaak fout gaat omdat mensen geen vertrouwen hebben in de familie, in de opvolging, alle stakeholders eromheen, slechte communicatie, erfgenamen die niet goed zijn voorbereid op het feit dat ze opeens heel vermogend zijn of opeens een onderneming moeten drijven. Dus je kan zeggen, meer de zachte factoren. Ja. En en ik heb me dat aangetrokken. Hè. Nogmaals, het gaat altijd om een combinatie van dingen. Het is nooit alleen maar civiel of fiscaal, het gaat ook om de menselijke maat. Probeer daar dus een verbinding in te zoeken. En een van de... Nou ja, daar zijn natuurlijk heel veel methoden voor hoe je dat kan doen. Het probleem is natuurlijk want het is dus een feit dat heel veel adviezen worden gegeven en uiteindelijk dan toch weer mislukken. Als je een concreet voorbeeld is natuurlijk bijvoorbeeld Oad. Hè? Ja, als we het over Oad hebben gezien. Dat is lastig, hè? Een aantal generaties lang bestond dat, maar dat is nu toch niet goed gegaan. Ook met het doorgeven van het bedrijf. Weet je waardoor dat kwam? Nou, hoe schat jij dat persoonlijk? Alleen uit wat ik heb gelezen over in de media. Maar dit is wel een typisch voorbeeld van een situatie waar, tenminste uit wat je daarover meekrijgt in de media, waarbij dus de communicatie en het vertrouwen in de volgende generatie niet goed is verlopen. Nee. En dan kunnen allerlei andere mensen wel leuke tools aanreiken, maar dat heeft dan weinig effect. Ja, en dat vind ik eigenlijk wel heel interessant. Want je bent advocaat, belastingadviseur, je weet heel veel van dus de juridische kant van de zaak. Maar het blijkt dus uiteindelijk zo te zijn dat je je ook met de emotionele kant moet gaan bemoeien. Inderdaad. Ja. En hoe doe je dat dan? Wat kun je daarin betekenen? Ja, dat is een goede vraag. Want afgelopen week hadden we zo'n dag, het was erfenisvakdag, doet er verder niet zo heel veel toe. Maar er waren een heleboel mensen bij elkaar en ook een paar mensen uit familiebedrijven. En die gaven dan als voorbeeld van ja, maar het probleem is natuurlijk dat wij helemaal niet willen praten. Mensen willen vaak helemaal niet praten. Dus hoezo moeten wij met allerlei adviseurs gaan praten? Je bedoelt mensen die bijvoorbeeld een familiebedrijf hebben, willen niet met een adviseur praten? Nee, de patriarch, om nou maar een stereotype te nemen. De patriarch, die wil helemaal niet praten, want die heeft het toch allemaal heel goed op een rij en die weet het allemaal heel goed. En tegen de tijd dat het zover is, dan wordt er gewoon een juridisch vehikel ingeschoven en dan zal het wel klaar zijn. Dus dat is helemaal niet zo heel eenvoudig om al die mensen aan het werk te krijgen om oplossingen te bereiken. Een van de dingen die ik daar voor aanreik, en dat is het creëren van een familiestichting. In zijn algemeenheid kan je zeggen dat alles wat een toegevoegde waarde geeft in de vorm van een samenwerking tussen al die mensen bijdraagt aan het proces. He, estate planning als proces en dus niet als product, niet als transactie. Ja, even kort hoor, familiestichting, want daar gaan we het inderdaad over hebben. Daar zie je een grote rol voor weggelegd, maar wat is een familiestichting? Familiestichting is een stichting. Nou ja, familiestichting zou je op verschillende manieren kunnen definiëren. Maar de manier waarop ik hem bedoel is een stichting die als doel heeft om wat maatschappelijks te doen. Bij voorkeur iets wat in het verlengde ligt van de activiteiten van een bedrijf. Dus als een bedrijf bijvoorbeeld vervuilend is, dan zou de familiestichting, als dat maatschappelijk is, in de milieusfeer actief kunnen zijn. Dat heet dan strategisch. Maar uiteindelijk gaat het dus om filantropische activiteiten. Ja, een goed doel dus eigenlijk, die je vanuit het bedrijf ook opzet. Ja. Ja. En wie moet er daarin plaatsnemen? Wie moet er daarin plaatsnemen? Nou, zoveel mogelijk niet-actieve familieleden, samen met actieve familieleden. Maar op die manier kunnen dus ook familieleden die niet actief betrokken zijn bij het bedrijf, worden betrokken bij activiteiten die gelinkt zijn, maar daar niet rechtstreeks mee verband houden met activiteiten die wel van belang zijn voor de familie. En door daar een vorm in te kiezen, moeten familieleden met elkaar eigenlijk praten over dingen die voor de familie heel wezenlijk zijn. Wat is het doel van het vermogen wat we hebben? Wat zijn de waarden die wij als familie uitdragen? Wat willen wij daarmee? En dat is eigenlijk een indirecte manier om te bewerkstelligen wat juist nodig is voor families om die communicatie en dat vertrouwen goed te krijgen. Ja, en je zegt ook de niet-actieve familieleden moeten daar aan meedoen. Dat kan, heel goed, ja. Kunnen ook heel goed zelfs kinderen zijn. En je kan kinderen vanaf een jaar of 12 kan je al betrekken bij dit soort activiteiten. Wat heeft het, ja, ik zit even te denken, maar wat heeft dat nou te maken? Dus je zet naast je familiebedrijf zet je nog een stichting op. Ja. Daar ga je met elkaar overleggen over een goed doel wat je wilt doen. Wat je voor het milieu wilt gaan doen of misschien voor mensen. Dat maakt niet uit. Ja. Wat heeft dat te maken met het voortbestaan van het familiebedrijf zelf? Nou, nog een keertje. Het blijkt dus dat in heel veel gevallen, ondanks alle mooie plannen van alle juristen, waaronder ik zelf, toch in 70% van de gevallen, ondanks alle mooie estate planning die we kunnen verzinnen, bedrijven, en althans het vermogen wat daarin belichaamd is, niet blijft voortbestaan. En de oorzaken daarvan liggen niet zozeer in het feit dat al die juridische adviezen niet juist zijn. Op zichzelf zijn die wel juist, maar je kan zeggen, ze missen een belangrijke dimensie. En die dimensie is dus het feit dat de communicatie en de verwachtingen over en weer van familieleden niet juist zijn. Als ik nou heel concreet een voorbeeld schets van hoe dat in zijn werk gaat. Standaard komt de patriarch, komt naar een adviseur en die zegt ik wil graag advies. Ja. En nou, die heeft dan natuurlijk een opdrachtrelatie met de adviseur. En die verwacht ook dat er geheimhouding is, hè, dat is altijd key. En vervolgens worden er allerlei verwachtingen uitgesproken en veronderstellingen over alle mensen om die persoon heen. Maar ook over opvolgende kinderen, over andere partijen die daarbij betrokken zijn. En op basis van al die veronderstellingen wordt dan het advies gemaakt. Heel vaak blijkt, als je spreekt later met die kinderen en andere stakeholders, dat een aantal van die veronderstellingen niet juist zijn. Dus dan snap je al dat het advies wat eruit komt rollen, dat het ook niet past in de situatie. Bijvoorbeeld dat de oprichter van het bedrijf denkt van nou, mijn dochter die wil het wel overnemen of die moet maar marketing gaan doen, terwijl ze eigenlijk juist de baas van het bedrijf wil worden. Juist. Of helemaal geen interesse. Ja, of ik denk dat als die twee met elkaar gaan samenwerken, dan komt het helemaal goed, maar die willen helemaal niet met elkaar samenwerken. Het kan van alles zijn. Ja. En de strekking van wat ik zeg is dat het dus heel belangrijk is dat je eerst dat soort zaken allemaal juist krijgt. En dat kost natuurlijk wat tijd. En pas dan, als iedereen daar aan toe is, kan je zeggen, ja, maar dit is dus de logische oplossing voor jullie. Ja. En dan pas moet je die juridische tools uit de kast trekken om daarvoor iets op maat te maken voor de familie die dat doet. En om dat nou helder te krijgen wat iedereen wil, die bij dat bedrijf betrokken is, kun je dan niet gewoon een gewone vergadering beleggen? Of de patriarch weer naar huis sturen van nou, check het eerst even. Dat is een hele goeie, maar het punt is dat dat dus heel lastig is. Want die patriarch, dat is een cliché, hè? Maar een cliché is altijd makkelijk om over te praten. Dat kan natuurlijk even goed een vrouw zijn, maar vaak zijn natuurlijk toch de mannen die het bedrijf hebben opgebouwd en daar ook hun hart en ziel aan hebben verknocht. Dus dat zijn ook allemaal hele terechte emoties. Maar vaak is dat niet zo eenvoudig om te zeggen, wij gaan daar nu eens over praten. Want mensen willen... Kijk, de mevrouw die ik vorige week had gesproken, die had een heel verhaal. En er bleek een familiegeschiedenis aan vast te zitten van tot en met 2 generaties terug. Met allemaal heel veel ellende en heel veel verdriet. En die patriarch die draagt dat allemaal bij zich. En die wil daar helemaal niet over praten. Mensen vinden dat helemaal niet zo makkelijk om over hun... dat zit allemaal heel dichtbij. Juist omdat het ook familie is. Dat maakt het ook zo complex. Als mensen geen familie van elkaar zijn en met elkaar samenwerken, dan is het al een stuk eenvoudiger. Hoewel daar natuurlijk ook genoeg toestanden voorkomen. Ja, maar als het geen familie is, dan zou je dingen eerder uitspreken? Is makkelijker. Ja. Want die familiedynamiek maakt natuurlijk dat dat veel gelaagder is. Ja. Als je denkt aan je eigen verhouding met je familie, daar zitten... Iedereen heeft wel dat er bepaalde gevoeligheden zijn. Maar als je dan ook nog een heel bedrijf met elkaar moet bestieren, het loopt allemaal heel fijn door elkaar. Dat maakt het heel complex. Ja, maar dan als je dan met elkaar gaat vergaderen binnen die familiestichting, dan zijn die zaken ineens wel bespreekbaar? De grap is, niet zozeer dat je gaat vergaderen, want daar geloof ik dus niet zo in, maar dat je iets moet doen. Dat er gewerkt wordt aan iets. En aldoende komen op een indirecte manier dit soort zaken wel aan de orde. En ik heb dat overigens niet helemaal zelf bedacht. Hè. Het zou leuk zijn, maar dat is niet zo. Er is met name in het Anglo-Saxische, ik loop veel rond in het Anglo-Saxische domein, is daar ook veel onderzoek naar gedaan. Dan gebeurt dat ook heel veel. En de bedrijven die juist heel succesvol zijn in hun opvolgingsproblematiek, die doen vaak iets met het filantropie. Je zou dus kunnen zeggen, als je wat 3 stappen terug doet en wat een meer bredere kijk, een meer holistische kijk naar het geheel neemt, dan zou je kunnen zeggen, door je blik te verbreden en ook wat financiën, want uiteindelijk is daar natuurlijk ook wel wat geld mee gemoeid, te besteden aan wat maatschappelijks. En op die manier de communicatie binnen je familie te verbeteren, daar kan ik heel veel meer over zeggen, leidt dat tot een veel stabielere familierelatie, veel meer cohesie in de familie, veel meer harmonie, waardoor die opvolgingsproblematieken en alle andere, ook bedrijfsproblematieken, veel eenvoudiger kunnen worden gestroomlijnd. Ja, je zegt van je komt veel in het Anglo-Saxische, maar dat is inderdaad wel, ook voor mij wel een bekend, met name Amerikaans verschijnsel. Hè? Dat je altijd bijvoorbeeld de Bill en Melinda Gates Foundation, dat soort stichtingen overal hebt. Hoe zit dat in Nederland? Zijn er hier veel bedrijven die ook al hun eigen familiestichting gestart zijn? Nou ja, er zijn in Amerika... Is het inderdaad hier een relatief nieuw idee? Er zijn zeker bedrijven die dit al doen, maar dat zijn er nog mondjesmaat. En dat is eigenlijk jammer. Dat vind ik eigenlijk jammer. Dat is ook de reden waarom ik denk dat er wat meer aandacht voor zou moeten zijn. Ja, enig idee waarom dat hier misschien niet zo... Het heeft natuurlijk gedeeltelijk te maken met dat het nieuw is. Het is cultureel bepaald. Maar ook wij in Nederland gaan langzaam naar meer een centralistische overheid. Maatschappij die verandert. Dus iedereen zal wat meer ook die holistische blik moeten omarmen om ook maatschappelijk geaccepteerd te zijn. Dat zie je natuurlijk op alle terreinen. Dat zal bij bedrijven ook zo zijn. Overigens is het heel vaak zo dat familiebedrijven iets doen aan maatschappelijke dingen. Als je daar goed naar kijkt, dan doen de meeste familiebedrijven dat. Want die denken helemaal niet alleen maar in winstmaximalisatie. Dat is ook wel bekend van familiebedrijven. Maar vaak doen ze dat niet in een aparte vorm, zoals een familiestichting, maar gewoon via hun resultatenrekening. Ja. En dus Strikt genomen zal het in heel veel gevallen zo zijn dat het helemaal niet om extra veel geld gaat om dat op deze manier te doen. Je geeft er alleen een andere vorm aan, dus je bestempelt het ook. Maar omdat je er dan ook weer een structuur voor hebt waar je mensen allemaal een functie kan geven, daar gaat het eigenlijk om. Ja. En met elkaar op een wat gestructureerde manier mee bezig gaat, maakt dat je die familiebanden op deze manier, op een slimme manier eigenlijk kunt smeden. Ja, en dan heb je die familiebanden dus al gesmeed voordat er sprake is van de noodzaak tot een bedrijfsoverdracht. Juist. Ja, en dan gaat het daarna, is dat ook jouw ervaring? Daarna gaat het allemaal veel gesmeerder? Nou ja, ik zeg niet dat het dan alleen maar goed zal gaan. Dat is geen garantie, maar het is wel een belangrijk middel. Nou ja, als je daarover na gaat denken, wat kan je verzinnen om dit te doen? Is dit een heel, ik denk een onderschat middel om mensen tot een andere sfeer tot elkaar te laten voelen. Ja. Heel bijzonder om eigenlijk een stichting als een soort communicatiemiddel of smeermiddel zelfs te gebruiken tussen familieleden. De glue. Ja. Even iets anders. Als je nu je bedrijf wilt overdragen aan je zoon of je dochter, dan kun je nog gebruik maken van de bedrijfsoverdrachtfaciliteiten, de BOF. Ja. Staatssecretaris Eric Wiebes die heeft kort geleden eigenlijk eerst geopperd om dat te gaan versoberen. Want dan hoef je niet zo heel veel belasting te betalen. Of een deel wordt dan kwijtgescholden over wat je dan overdraagt. Goed. Wat zou er eigenlijk gebeurd zijn? Want er is veel kritiek op gekomen. Wat zou er gebeurd zijn als die regeling inderdaad versoberd zou zijn? Ja. Nou, dat is nog helemaal niet duidelijk of dat niet gaat gebeuren natuurlijk. Oh, dat las ik. Nee, nou ja, het is even weer uitgesteld. Maar die discussie die hangt als een grote wolk. Nog steeds? Ja, zeker. Oh, ja. Ik las dat er een storm van kritiek de kop op stak. En dat Eric Wiebes toen zei, nou ja, dan maar even niet. Ja. Nog even niet, ja. Nee. Nee, nou, er is inderdaad erg veel kritiek in Fiscaal Nederland. Eigenlijk, ik zou bijna zeggen, heel breed gedragen, ook onder belastingadviseurs, dat die bedrijfsopvolgingsregeling wel erg genereus is. En, die wel erg genereus is, bijna volledige vrijstelling. En natuurlijk vinden we dat die moet blijven aan de ene kant. Maar aan de andere kant is de verhouding, met name de verhouding ten opzichte van mensen die geen onderneming hebben, die dus gewoon de volledige ja, want even kort, het heeft ermee te maken als je als ouders bijvoorbeeld het bedrijf aan je kind overdraagt. Ja. Dan kan dat tegen een lagere prijs dan dat je tegen een echte verkoper. Het is bijna geheel gratis. En op het moment, dus iedereen die vermogen overlaat aan de volgende generatie moet succesierecht betalen. Erfbelasting heet dat tegenwoordig. Behalve als het een onderneming is. Dan is het bijna helemaal gratis. En die verschillen zijn zo groot. Die zijn zo groot. Hè, dat is echt, vroeger was het een percentage wat veel gemiddelder was. 50%, 60%, 70%, steeds verhoogd. En nu is het bijna 100%. Dat daar heel veel kritiek op is geweest. Er is jurisprudentie uitgelokt ten aanzien van de vraag of dit niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Nou, uiteindelijk heeft de Hoge Raad gezegd nee, het is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Wat naar mijn idee ook een hele logische uitspraak was. De Hoge Raad kan er niet zoveel anders mee. Maar het geeft wel aan, en we hebben heel veel mensen over geschreven en nog steeds, dat daar wel een schoen wringt. Dus de kans dat daar op termijn in ieder geval het percentage waarin die vrijstelling nu bestaat weer wat naar beneden zal worden gebracht, is heel aanzienlijk. Ja, en dat zou je ergens ook wel terecht vinden? Nou, ik vind het een hele politieke vraag, eerlijk gezegd. Maar als ik dan weer 3 stappen terug doe en wat breder naar deze materie kijk, dan moet je je afvragen of het zo goed is om, kijk, dat hangt natuurlijk van de situatie af, maar dan moet je je afvragen of het altijd zo goed is om uit te gaan van de premisse dat kinderen een bedrijf, de aandelen daarin, gratis zouden moeten krijgen. He, want dit gaat dus over schenken en nalaten. Dus als je schenkt en nalaat, wordt er geen erfbelasting geheven of schenkingsrecht geheven. Maar aandelen kunnen natuurlijk ook gewoon verkocht worden aan de volgende generatie. Dan moeten ze daar wel voor betalen en dan moeten ze dat financieren. Dat is allemaal heel zakelijk. Ja. Aan de ene kant is het natuurlijk heel lastig dat familiebedrijven elke generatie te maken krijgen met zo'n automatische opvolging. He, dus dat is een last waarvan je kan zeggen dat hebben bedrijven aan de beurs niet. He? Ja. Ja. Maar aan de andere kant is natuurlijk de vraag of het zo verstandig is dat iedereen dat gratis in de schoot zou. Ja. Dus als ik jou zo hoor, dan verwacht je wel enige versobering op termijn. In ieder geval van de bof. Ik denk dat dat onvermijdelijk is. Ja. Ja. Dan een ander probleem waar familiebedrijven mee zitten. Je begon er net al volgens mij een klein beetje over. Als de zoon of de dochter het familiebedrijf wil overnemen. Maar ze hebben eigenlijk niet genoeg geld om de hele waarde op te hoesten. Ja, daarvoor is het bedrijfsopvolgingsregeling eigenlijk. Ja, ik dacht dat daar nog weer een andere oplossing voor was. Namelijk een coöperatie. Ja, je hebt iets gehoord, hè? Ja, precies. Wij doen volgesprekken. Dus ik denk, ik zet hem even voor en dan kop jij hem in. Maar laten we gewoon meteen over coöperatie beginnen. Wat zijn daar de voordelen van? Ja, een coöperatie is een... nou ga je me iets vragen naar de technieken. Een coöperatie is een rechtsvorm waar je ongelooflijk veel mee kan. Dat is omdat die heel flexibel is. Eigenlijk is het een vereniging, coöperatieve vereniging, met rechtspersoonlijkheid. En het aardige is dat het een rechtspersoon is die flexibeler is dan alle anderen. Dus als je creatief bent, dan kan je daar ook... en wat heeft dat dan te maken in combinatie met het familiebedrijf? Nou, in combinatie met het familiebedrijf eigenlijk heel weinig. Ja, je zou er wel wat mee kunnen. Dus ik ben gewoon geheel verkeerd geïnformeerd? Nou, niet specifiek met het familiebedrijf, laat ik het zo zeggen. Maar je kan een coöperatie zo vormgeven. Als je dus een bedrijf omzet in de vorm van een coöperatie... Het probleem is in de huidige tijd vaak dat bedrijven nog steeds heel veel geld waard zijn. Dan ga ik het even abstraheren van specifiek het familiebedrijf. Ja. Maar dat kopers daarvan de koopsom vaak niet kunnen financieren... omdat banken daar niet zoveel trek mee in hebben. Ja, nu zijn we bij wat ik net zei. Ja. En dan? En wat je dan kan doen is met een coöperatie... kan je eigenlijk de waarde van een bedrijf... wat voor een belangrijk deel uit goodwill bestaat. Hè, vaak. Het is niet alleen maar machines en computers en weet ik wat... maar vaak uit goodwill bestaat... kan je de waarde daarvan verminderen door ook weer te werken. En eigenlijk komt het daar bij mij vaak op neer... door een combinatie van profit en non-profit. Dus je combineert het met een non-profit. En je zou bijvoorbeeld de kopers van het bedrijf... in de praktijk kunnen verbieden om dat bedrijf te verkopen... tegen maximale goodwill in de toekomst. En als je die onmogelijkheid ontneemt, dat kan je doen in de vorm van een coöperatie... dan creëer je als een soort van instituut waarmee iedereen wel prima zijn centjes kan verdienen. Ja. Maar waarbij het niet mogelijk is, het is vooral handig als je meerdere kopers hebt... dus een groepje kopers, waarbij het niet mogelijk is om dat bedrijf te verkopen aan de hoogstbiedende... Want op het moment dat je bijvoorbeeld 10 aandeelhouders hebt... en 1 wil dat graag, die wil graag verkopen aan de hoogstbiedende... en de anderen willen juist dat bedrijf langzaam maar zeker uit laten groeien tot iets mooiers... nou, dan heb je alweer conflicterende belangen. Dus wat je kan doen met de coöperatie... eigenlijk kan je bijna alles met de coöperatie... maar kan je zorgen dat die neuzen dezelfde kant op gaan staan... waardoor je bepaalde winstmaximalisatiemotieven... die kan je eruit schrijven. Die kun je uitbannen. Die kan je eruit schrijven, ja. Goh, bijzonder. Ja. En je zegt dat is bij meer bedrijven van toepassing, niet alleen bij familiebedrijven? Dit is niet specifiek voor familiebedrijven, nee. Maar het gebeurt denk ik wel vaak in combinatie. Want familiebedrijven zijn daar wel bekend om, hè? Dat ze vaak langzaam en voor de lange termijn in het spel zitten, zal ik maar zeggen. Het zou heel logisch zijn. Ja, in het internationale zie je ook veel, hè? Dat je dus af gaat vragen... Ik heb het dan wel eens over, vaak het standaardwoord is estate planning, dat ken je natuurlijk... Maar ik heb het dan vaak over navolgingsplanning. Toch een goed Nederlands woord voor verzinnen. Ja. Een navolging, het gaat niet alleen om vermogensplanning... maar ook om de planning van alles wat je doet zodanig dat het navolging verdient. En dat dus ook de mensen na jou daar graag iets mee verder kunnen doen. Nou, als je aan goede navolgingsplanning doet... dan moet je gaan bedenken wat is de waarde van mijn vermogen... en wat wil ik er eigenlijk mee? Nou, als de waarde van je vermogen is... ik wil een bedrijf in stand houden... ik vind het bedrijf zo belangrijk, ik vind het zo gaaf... dat moet in stand blijven. Dan is het eigenlijk niet logisch dat je dat steeds laat vererven. Toch? Hè? Want er komen steeds meer aandeelhouders. En het wordt allemaal complexer. En we kennen allemaal de complexiteit en de problemen die daaruit voort kunnen komen. Is het eigenlijk logischer om er een soort van instituut van te maken met een aantal randvoorwaarden. Dus randvoorwaarden zijn, we willen wel dat het voldoende inkomen oplevert voor de familie in geval van nood. randvoorwaarden zijn fiscale, fiscale optimalisatie, maar het is niet meer dan een randvoorwaarde, het is niet het belangrijkste doel. En dus in het internationale zie je ook vaak, en zeker als die bedrijven wat internationaler worden en die families ook, en die zijn, hoe rijker ze worden, hoe meer internationaal ze vanzelf worden, want dan gaan ze de hele wereld over en hebben ze overal vermogensbestanddelen. Dat we ook steeds vaker zien dat er een dynastieke planning wordt gedaan. En daarmee bedoel ik dat de structuur wordt dus niet steeds die aandelen allemaal laten vererven naar steeds weer de opvolgende generatie. Maar dat je dat eruit haalt, dus het eigendom weghaalt bij die aandeelhouders en een structuur van maakt die losstaat van de familie. Ja. Ben je al bijna weer terug bij de familie? Ja, het is leuk. Het zijn mooie tools, denk ik. En voor de familiebedrijven en andere bedrijven die er nog niet van wisten, ook interessant. Nog even een vraag die wat meer met je eigen motivatie te maken heeft. Jij bijt je eigenlijk al 20 jaar vast in dit soort materie. Is er nou nog een zaak waarvan je zegt, nou, dat is de ultieme case, de ultieme casus, wat ik heel graag nog een keertje zou willen behandelen? Zou willen behandelen? Hoe bedoel je dat? Nou ja, waar jij als adviseur en advocaat bij zou willen worden ingeschakeld. Nou, er is eigenlijk een heel gebied tussen profit en non-profit, wat ik ongelooflijk interessant vind. En als je vraagt naar mijn inspiratie, hè, van waarom doe ik dit allemaal? Dat is eigenlijk wat je vraagt. Ik vertelde dus al dat ik veel voor vermogende families heb gedaan en daar ook de downside van heb gezien. Hè. Mensen heel succesvol zijn in het verzamelen van muntjes en een aantal andere dingen. Nou ja, iets minder aandacht aan besteden. En ik heb het voorrecht gehad om ook jarenlang te werken voor de CEO van een heel grote internationale NGO in Amsterdam. Dus heel veel internationaal werk. En toen ik compagnon werd van een advocatenkantoor, dan wordt altijd gezegd, je moet je eigen praktijk gaan ontwikkelen, je moet je broek ophouden. Toen heb ik al bedacht, dat is iets van 17 jaar geleden, ik moet die werelden een beetje bij elkaar gaan brengen. Want die NGO's, dat waren hele gedreven, enthousiaste mensen die heel veel plezier hadden en uitstraalden. Maar ik vond ze niet zo zakelijk. Ja. Daar kon je een heleboel aan verbeteren. Dus toen dacht ik al van die twee werelden, dus enerzijds de for-profit wereld, anderzijds de not-for-profit wereld, die kan eigenlijk heel veel van elkaar, die kunnen heel veel van elkaar leren. En in dat tussengebied, en daar zien we nu ook heel veel in ontstaan, hè, want je hebt nu de non-profits, de echte charities, die gaan steeds meer doen aan investeringen. Die hebben ontwikkelen allemaal businessmodellen. He, zelfs een museum moet tegenwoordig de markt op. Ja. En we gaan een impact investing doen. Dus dat is investeren voor het maatschappelijke doel. Maar wel investeren, niet weggeven. Dat is heel ouderwets. Ja. Maar anderzijds gaan dus ook de for-profits. En dan heb ik het dus in mijn geval, gaat het dan niet om de grote corporate bedrijven. Die doen dat op hun eigen manier natuurlijk ook. Ja. Maar meer om de bedrijven met families of met closely held, met minder dan 10, 15 aandeelhouders, zullen daar op hun manier ook iets mee moeten. Ja, en dat tussengebied, dat vind ik het allerleukste om daarin actief te zijn. En daar werk je al in. Dus eigenlijk heb je niets meer te wensen over qua... Nee, ik zal daar ook altijd nieuwe dingen in voorzien. Ja. Dat vind ik... omdat ik denk dat ik daarmee... dat is dan mijn hele kleine steentje bij te dragen aan deze maatschappij. Ja. Ja, nou, mooi. Dankjewel voor dit gesprek. Ineke Koele, advocaat en belastingadviseur van Koele PC. En u hartelijk dank voor het kijken en heel graag tot een volgende aflevering van Geldzaken.